Het is natuurlijk coronatijd en veel mensen vervelen zich misschien in deze tijd, want er is weinig te doen. Ja, gewoon Netflix heb je ook al een keer uitgekeken. Maar je kan natuurlijk ook gaan sporten. Sporten is natuurlijk goed voor je. En ik ben erachter gekomen dat 65% van de Hengeloers te weinig beweegt. En dat is gewoon echt heel slecht. Daarom ga ik de komende paar weken verschillende sportclubs langs om eens te kijken hoe dat is. En deze week ga ik langs bij rugbyclub Dragons. En het zit hier achter bij het FBK-stadion. Kom, we gaan even kijken. Hier naast mij staat Timon en jij bent van rugbyclub Dragons. Dat klopt. En wat maakt rugby nou zo leuk? Wat ik heel fijn vind aan rugby is dat we hier eigenlijk altijd staan met ons team. Het is echt een kameraadschap. We doen ook alles samen met elkaar. Het is een hoge discipline. Die discipline vind ik ook echt... echt mooi. En dan, hoe hard je ook bent tijdens een wedstrijd, ook tegenover de tegenstander. Het is daarna altijd weer helemaal prima. En, ja, want kijk een beetje naar de training en het ziet er best wel heftig uit. Ja, het is in ieder geval, het ziet er heel heftig uit. Maar als je uiteindelijk een keertje meespeelt, dan valt het allemaal nog wel mee. Het is vooral heel veel techniek die erachter zit. En dat kun je ook wel een beetje zien hierachter. Er wordt vooral getraind op technieken. Zodat ook iemand die helemaal niet zo heel erg sterk is, toch een hele grote vent weg kan zetten. Dat is allemaal mogelijk. Ja. En daar wordt heel veel op getraind. En jullie hebben afgelopen zomer op onze activiteiten in de binnenstad meegedaan. Ja, dat klopt. Hoe vonden jullie dat? Daar was het een hele leuke actie. We hebben het ook echt omarmd als club zijnde. Ik ben er zelf elke week eigenlijk wel geweest. En het was gewoon heel leuk om een keer in de binnenstad dan wat te laten zien over rugby. En de mensen die dan langsliepen, die er wat over vroegen, om die dan te hulp te staan. En ook nieuwe mensen, hebben we een paar van overgehouden. Hebben jullie dus ook echt nieuwe leden gekregen? Ja, als het goed is, hebben we 1 of 2 nieuwe leden ervan overgehouden. Die zijn hier weer bezig kijken. Ja. Nou, wat goed zeg. Ja, dat was echt perfect. Ja, ja, dat was mooi. Ja, 3. Toen hoor. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat gaat best goed. We zijn hier elke woensdagavond en vrijdagavond. En wat voor lessen hebben jullie allemaal? Hoe bedoel je qua lessen? Ja, gewoon. Het is eigenlijk als jij hier. Ik zie hier allemaal best wel volwassen knapen. Ja, dat klopt. Het is op woensdagavond vanaf 6:30 volgens mij is de jeugd hier. Dan heb je een hele grote groep jeugd. Dan, van alle leeftijden, voor mij is het nu variërend van 8 tot en met 14 ongeveer. En die zijn allemaal op het veld. Dan heb je een 30, 40 jeugdleden. En vanaf 8 uur is dan de seniorentraining. En dus eigenlijk iedereen boven de 18 kan bij ons hier aan meesluiten. Dus woensdag? Woensdagavond en vrijdagavond. En vrijdagavond is volgens mij net sinds dit seizoen dat de jeugd ook mee kan doen. En dat is dan weer dezelfde tijd voor. Gaaf. Ja. En als iemand kijkt en denkt van het lijkt me super tof, maar ik twijfel toch een beetje, ik wil toch een keertje meedoen. Dat kan altijd, ja zeker. Je kunt altijd een aantal keren gratis meedoen. Helaas is net de introductiecursus afgelopen, maar die komen in het nieuwe seizoen komen die sowieso weer terug. En daar buitenom kun je gewoon altijd langskomen en gewoon gratis mee trainen. Dus gewoon langskomen als je het leuk vindt. En, ja, zeker. Of even een berichtje sturen of een mailtje. Ja. Dan, of mensen kunnen ons altijd een berichtje sturen, dan breng ik jullie in contact. Ja. Nou, superleuk.